Ander voorbeeld? Nou, heel goed voorbeeld. Zutphen. Ik stond vorige week, trad ik op in Zutphen. Ik sta in de foyer, sta ik een aantal dvd's te verkopen. En komt er een vrouw op mij af, met haar man en echtpaar. En ze loopt op me af en ze zegt, oh, we wouden even zeggen, we hebben genoten. We zijn dol op die typisch Joodse humor van jullie. Ik zeg, sorry, jullie, nee, dat typisch Joodse, fantastisch. Mijn man en ik zijn er dol op, hoor. Zo knap, dat is hè, van, of het nou Woody Allen is, of Jerry Seinfeld, of Simon Wiesenthal, of Groucho Marx. Het is allemaal het zindert van de humor. Ik zeg, nou, ik weet niet waar u het over heeft. Ze zegt, nou, u bent toch Joods? Ik zeg, nou, ik weet eigenlijk niet hoe Joods ik ben. Ik zeg, nou, Micha Wertheim is een Joodse naam. Ik zeg, ja, oké, op die manier ben ik Joods, maar dat betekent nog niet dat wat ik maak Joods is. Ik ben gewoon, opeens kijkt me aan, zegt ze, nu doet hij het weer, hè? Fantastisch, vinden wij. En daar kan ik dus niks tegen inbrengen. Ze hebben dat besloten. Dat is wie ik ben. Maar ik ben nog... Ik zat in de auto naar huis na afloop. Ik zat alleen maar te denken van... Ja, maar het is wel waar. Ik ben een Jood. Ik heb daar nooit voor gekozen. En het zal het altijd zo blijven. Dat is een super... En ik dacht, waarom is dat eigenlijk? Ik vind misschien heel... Vervelend, maar ja, door jullie. Ik zat gewoon te denken, waarom ben ik nog steeds een Jood? En toen dacht ik, ja, door deze mensen hier. Precies. En dan zie ik heel veel mensen verbaasd kijken van... Nou, Micha, wij zijn niet Joods. Wat hebben wij ermee te maken? Nou ja, precies dat. Precies dat. Dat hele niet-Jood zijn, dat kan alleen maar als identiteit... Hè? Als er iemand anders het wel is. Anders slaat het nergens op, toch? Hoeveel mensen hebben hier wel eens gedacht van, ik ben geen Inca? Nee, maar die zijn er niet meer. Maar de Joden, ja, die zijn er nog wel. Dus voor jullie, om lekker niet Joods te kunnen zijn, is het belangrijk dat die paar Joden die er nog zijn, dat die het dan wel blijven. Eens een Joods, altijd een Jood. Dat is gewoon de onuitgesproken regel. Want noem mij maar in de wereldgeschiedenis. Eén Jood die als Jood geboren werd en toen hij stierf geen Jood meer was. Is nog nooit voorgekomen. Dat kan namelijk niet. Eens een Jood, altijd een Jood. Het wordt nog onrechtvaardiger. Wist je dat antisemieten ieder moment van de dag kunnen beslissen geen antisemiet meer te zijn en dat iedereen dan alleen maar opgelucht is? Dus met Rudolf. Je bedoelt die antisemiet? Nee joh, allang niet meer. Hé, fijn, nou. Hoe is het met Micha? Je bedoelt die Jood? Nee, allang niet meer. Hoezo allang niet meer? Nou, dat zei hij. Hij zegt dat hij geen Jood meer is. Zegt hij dat? Ja, dat zei hij. Maar hij is toch Joods? Nee, ja, natuurlijk.